Het personeel van de NV Luchthavenbeheer is sedert gisteren in een sit-down actie. Het personeel geeft aan dat zij zwaar teleurgesteld is in de directie van het bedrijf en dus zitten medewerkers vanaf 's morgens in de kantine. Verslaggever Sifra Goudland ging zich oriënteren en maakte het volgende verslag. Wij staan nu op het terrein van de Johan Adolf Pengel International Airport, waar wij hebben begrepen en ook hebben gezien dat het CAO-personeel van de NV Luchthavenbeheer aan het staken is. De mensen zijn boos, ze zijn ontevreden en ook in principe merendeels teleurgesteld in vooral de directie. Wij vinden en we denken ook, en zo zie ik het ook, dat de bond die steeds weer, wanneer ze moeten onderhandelen, dat ze terug worden gestuurd. Net als ze onder invloed zijn van drank of weet ik veel. Nee, zo komt het over. Omdat je steeds hoort dat er van links naar rechts achteruit wordt gelopen. Want steeds hoort de bond, we gaan niet onderhandelen. Daar is het de RVC die bepaalt. Ineens bepaalt de RVC. De RVC zelf heeft zich niet aangemeld bij de arbeiders om kennis te maken met de arbeiders. De directeur is weg geweest. Hij was geen directeur meer. We hadden toen de heer Mendonça vervangen, toch? En de heer Tjotkan is nu weer gekomen. En sinds de heer Tjotkan is gekomen, weer is gekomen hier, luchthavenbeheer, is hij geen ene dag weer gekomen om met zijn arbeiders te praten. Toch, als te zijn van luister dan, ik was de hele tijd weg, maar ik ben weer gekomen. Wat zijn de knelpunten? Zullen we erover praten? Nee, hij is nooit gekomen om met ons te praten. Snapt u? Dus op afstand wordt er dan gesproken met zeg maar die mensen van de bond. Maar men wil ons niet geven wat ons toebehoort. Ik weet niet voor anderen, maar zoals ik hier zo sta. Ik, Sarayda van der Kloos, ik voel het. Ik voel het. Ik voel het. Wie het niet voelt, voelt dat niet. Maar ik voel het. Snapt u? De directie heeft aangegeven dat zij kennis heeft genomen van de in de media gedane uitspraken door de voorzitter van de bond personeel in dienst van de NV Luchthavenbeheer, BPLB Roberto Lindveld. BPLB. Roberto Lindveld, hoofd van de afdeling voorlichting, benadrukt dat er door de directie steeds voor is gekozen een open dialoog te voeren. Door partijen zijn er dan ook wederzijdse voorstellen gedaan. De afgelopen tijd is in de media verschenen ook dat ook bij de NV Luchthavenbeheer, met name de bond, geëist heeft de lonen te unificeren naar 1429. Echter, het bedrijf staat er financieel helemaal zwak voor. Toch? Door de hele coronasituatie, die COVID-19-pandemie, zijn de inkomsten van het bedrijf drastisch omlaag gegaan. Ik zie hier met iets meer dan 85%. Het schommelt tussen de 85 en 90% hoor. Zijn de kosten omlaag gegaan. En hetgeen dus natuurlijk erin resulteert dat je geen toezeggingen wilt doen waarvan je weet dat je dus die niet gaat kunnen nakomen. Roberto Lindveld, hoofd van de afdeling voorlichting van de NV Luchthavenbeheer. Wij spraken hem in het kader van de acties van het personeel van de luchthavenbeheer die sedert gisteren het werk heeft neergelegd. Het personeel eist een wijziging van het salaris naar de huidige koers. Morgen komen wij hierop terug.